De superzwaargewicht Tamerlan Tmenov zit u hier in beeld. Een man die een indrukwekkende staat van dienst heeft. En dan deze man, Pedro Soares uit Portugal. Eveneens een zeer begaafd judoka. Maar van die twee is Tmenov natuurlijk helemaal de man met het meeste ervaring. Met de beste cv. Hij werd derde op de Olympische Spelen. De man in het blauw, Tamerlan Tmenov. En heeft een paar uitstekende resultaten behaald dit jaar. Onder meer derde in Parijs en eerste in Moskou. Die Soares won Sofia dit jaar. En dat was eigenlijk het meest aansprekende toernooi wat hij op zijn naam bracht dit jaar. De voorronden van deze wedstrijden waren een indrukwekkend machtsvertoon van de man in het blauw van Tamerlan Tmenov. Allemaal ipons en zeer gevarieerde wijze ipons. Tegen Buraga maakte hij Tomonage ipon. Tegen Wojnarowicz Deshibarai ipon. En tegen Zilagi was het een ipon door een verwurging. Kortom, deze Tamerlan Tmenov is op het ogenblik supergoed in vorm. Soares Pedro Soares is een gevarieerde judoka. Maar niet een man die echt moet hebben van het grote krachtwerk. Hij kan zijn puntjes bijeensprokkelen, deze Soares. Maar heeft dat heel goed gedaan. Won achterin volgens van Montiano, van Davidashvili en van Le Canu. Kopraatje op het ogenblik voor Tmenov. Hele sterke judoka. En nogmaals, de wijze waarop hij in die voorgaande wedstrijden afrekende met zijn tegenstanders, die was zonder meer indrukwekkend te noemen. En maar bezig met die Deshibarai. Kijk eens, jawel! Ja hoor, hij luistert er echt in. Hij is een beetje aan het klungelen met dat beentje zo. Tik, 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 tik. Dan denkt Soares dat hij hem heeft. En dan zet hij hem even door. En dan gaat Soares simpel, maar oh zo effectief voor de volle ipon onderuit. Een prachtige beweging. Pure techniek van Tmenov. Kijk eens hier, Europees kampioen in de categorie 100+. Nou, prachtig hoor. Zoveel kracht, zoveel felheid en toch zo'n simpele techniek. Kijk hier, je zou het bijna als een examenmeisje zien. Kijk eens, het is pure techniek wat hij laat zien. Timing, techniek, met één hand beet houden. Nou, hij luistert recht in en tikt hij op het juiste moment weg. Dan duwt hij met zijn linkerhand de man plat de rug. Ja, het is een prachtige demonstratie van hoe het techniek moet. Kijk, daar gaat hij. Ja. Hij houdt hem helemaal goed in de gaten, blijft hem kijken en ziet het juiste moment. Dan tik. En dan kost het helemaal niks. Het weegt niks.